De Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen, ANOG, is actief in het Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën, die elk hun eigen type landschap en grondsoort hebben. Vanaf 2016 geldt een nieuw Europees landbouwbeleid. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de ANOG geëxperimenteerd met 6 nieuwe groene diensten. Natuurbraak voor broedende akkervogels, wintervoedselvelden voor overwinterende akkervogels, het laten staan van graanstoppel, de teelt van vogelvriendelijke gewassen zoals wintererwten, luzerne en lupine, het beheer van braamstrueel langs perceelranden en natte natuur. Al deze maatregelen verbeteren de leefomgeving van de veldleverik en de grauwe kiekendief. In de pilot, die de ANOG met een aantal leden heeft uitgevoerd, speelde het zelfsturend vermogen van de vereniging een wezenlijke rol. De eerste vraag was: op welke plaatsen zijn de maatregelen het meest effectief? Toen dat was onderzocht, zijn er contracten gesloten met deelnemers. De deelnemers halen op een centraal punt het zaaizaad dat ze nodig hebben om de maatregelen uit te zetten. Peter Harry Mulder uit Muntendam is een van de deelnemers. Hij gaat een natuurbraakrand inzaaien die broedgelegenheid biedt voor akkervogels. Nou, even het zaaizaad in brengen, mengen opnieuw. In de bak of mengt het mengsel. En dan zit het fijne zaaizaad zit er vooral onderin en het grove ligt een beetje bovenop ding. En je wil natuurlijk wel dat het mooi verdeeld gezaaid wordt. Natuurbraakranden zijn belangrijk voor de leefomgeving van akkervogels. De effectiviteit van deze randen is onderzocht in de pilot. Om het broedsucces te vergroten worden ze gemaaid volgens een vast schema. De provincie Groningen heeft het maaischema opgesteld in overleg met de werkgroep Grauwe Kiekendief en de agrarische natuurverenigingen uit de provincie. Een schouwcommissie controleert het maaibeheer in opdracht van de ANOG. Ook wordt er gecontroleerd of de opgegeven oppervlakte wel in overeenstemming is met de realiteit. Bij afwijkingen geldt een sanctiebeleid. Er zijn ook deelnemers die diensten bieden voor overwinterende akkervogels. Jos Platen uit Ter Apel heeft naast een aardappelperceel een wintervoedselveld aangelegd. Zo gauw het winter was straks, betrekken alle vogels die zo naartoe in de wijdse omgeving. Hiernaast is verzeeld pootvoer en is mais. En dan trekken alle vogels en alle wild en andere partijen, gezand en de reeën, trekken naar de roggen en de haver en de gerst. Dat is allemaal geweldig gebleven. Twee tillen hier zo de fabrieksharen, suikerbieren en tal van groentes. We staan hier in een wintervoedselveldje. Zoals u hoort zijn veel insecten hier actief in de zomer. En in het winter komen veel patrijzen. Andere tal van kleine vogeltjes om extra te overwinteren. Ook zo af en toe zie je hier een buizerd die een extra muisvak vanwege de vele graven die zo. Koers Onnes uit Finsterwolde is zijn tarwe aan het oogsten. Deelnemers aan de pilot laten na de oogst de graanstoppel staan en laten ze de hele winter met rust. Hierdoor verbeteren we de leefomgeving voor akkervogels en wild. Tussen de graanstoppels en in de akkerranden vinden de dieren voedsel en beschutting. In samenspraak met het waterschap Hunze en Aas is op enkele plekken natte natuur gerealiseerd. Natte delen van percelen en zelfs hele percelen zijn ingezet als vogelakkers. Om de waarde hiervan aan te tonen zijn medewerkers en vrijwilligers van de werkgroep Grauwe Kiekendief actief geweest met monitoren. Concentratie van akkervogelbeheer op nattere gebieden
maakt een beter pijlbeheer mogelijk, waardoor het waterschap minder vaak in actie hoeft te komen. Ook is bij de aanleg van akkerranden meer gelet op de combinatie met watervoerende sloten. Bij de deelnemende boeren is gebleken dat natte natuur goed inpasbaar is in het bouwplan. Hoe ziet effectieve natuurbraak eruit? Als een rand of als een blok? En hoe effectief is het telen van vogelvriendelijke gewassen, zoals luzerne? Ook deze vragen waren onderdeel van de pilot. De samenwerking met de werkgroep Grauwe Kiekendief was hierbij belangrijk. De werkgroep heeft de afgelopen jaren veldonderzoek gedaan naar het ecologische effect van de nieuwe diensten. Onder andere op de vogelakkers in Vriescheloer Vennen. Vogelakkers zijn een concept waarbij agrarisch natuurbeheer wordt geconcentreerd op een beperkt aantal percelen. De percelen bestaan uit stroken natuurbraak, afgewisseld met stroken luzerne. De luzerne wordt meerdere keren per jaar geoogst door grasdrogerij BV Old Amt, die de stroken maait en de luzerne droogt en verwerkt. Het idee hierachter is dat in de natuurbraak hoge dichtheden aan muizen ontstaan. Vanuit de natuurbraak bevolken de muizen ook de stroken luzerne, hoewel de absolute dichtheden daar lager zijn. Tijdens het maaien van de luzerne is er door vrijwilligers van de werkgroep gemonitord op muizen. De muizen in de luzerne komen daar beschikbaar zodra de luzerne geoogst wordt. Voor de kiekendieven, en natuurlijk ook voor andere roofvogels en uilen, is het gemakkelijker om muizen te lokaliseren en te vangen in de gemaaide luzerne dan in de ongemaaide braakstroken. De werkgroep heeft vastgesteld dat de jagende grauwe kiekendieven zich vrijwel uitsluitend richten op gemaaide stroken. Ook andere nieuwe gewassen doen hun intrede. Maatschap Ten Haven Mellema uit Beerta teelt het eiwitrijke lupine om het aan zijn varkens te voeren. Een groep telers van de stichting Veldleverik krijgt uitleg over het gewas. Ja, ik denk drama. Maar nee, dat is eigenlijk helemaal niet. Nee, zoiets. Hij wordt niet veel hoger dan hij nu is. Ik heb last van hagel of wind. Als hij echt rijp wordt, wel. Ja, kan. Ik ben Detmer ten Haven. Wij zijn akkerbouwer en varkenshouder te Beerta. Wij verbouwen lupines voor onze varkens. Deze zijn voor de eiwit. In plaats van de soja, wij verbouwen de lupines ook voor de landbouwdiversiteit van de aanhoog. De lupines is natuurlijk een gewas wat van oudsher hier wel gegroeid heeft. En weer een beetje terug is van weg geweest. Het is ook een mooi gewas waar veel wild in zit. Je kan hier altijd kom je van allerlei insecten tegen. De hazen en de reeën zijn altijd ruim vertegenwoordigd. De fazanten kom je regelmatig tegen. En er zit verder ook heel veel andere insecten kom je hier in het gewas tegen. Op de proefboerderij Ebels Heert in Nieuw-Beerta is geëxperimenteerd met het vogelvriendelijke gewas wintererwt. Deze pilot heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. De veldleverik en de grauwe kiekendief zijn er alvast blij mee.